the people normally they live beside the streets, the poor people, and they are unprotected without their winter clothes. So one, we here to support these poor people. Don't you worry about it. Goedenavond, het is januari. Happy New Year. We zijn in Dhaka, Bangladesh. We zijn nog steeds bezig met de dekenactie voor One World Experience. Bangladesh is normaal gesproken een heel warm land, maar niet in december en januari en februari. Dan is het winter, hoge luchtvochtigheid en veel mensen hebben het koud. Zeker als je op straat woont, zeker als je dakloos bent. En One World Experience geeft de daklozen en de straatkinderen een deken om een beetje warm te blijven. So save a memory, one new treasure, then can we please now stop the measuring it all. Apart, but it's fine. Yeah, it was actually just very good experience and also bad experience because of there's a lot of poor people, but we cannot donate to the all the peoples, so we had to donate only few people. Neither me nor us nor you, and all that we found along the way. We zijn net aan het doneren geweest. De mensen die zijn ontzettend dankbaar. Zo'n warme vliesdeken maakt echt het verschil tussen een hele koude nacht op die koude stenen op het trottoir. Of dat je toch een klein beetje beschutting hebt. De mensen waren heel blij met de deken. Ferdous was een aantal dekens aan het uitdelen. En twee mensen die zeiden tegen hem, oh, super lief. Maar ik heb al een deken. Er zijn meer mensen die het zoveel harder nodig hebben. Dus geef die deken maar aan hun. Nou, dat hebben we natuurlijk niet gedaan. Die hebben ze fijn en zelf een deken gegeven, zodat ze er twee hebben. We zagen net achter ons dat de mensen de ene deken gebruikten om de vloer een beetje zachter te maken. En de andere als dekbed. En die andere mensen die nog geen dekbed of nog geen deken hebben, die vinden we ook. En die krijgen allemaal ook een deken. Maar uiteraard zijn we er nog veel meer dekens nodig dan we nu bij ons hebben en dat er tot nu toe gedoneerd zijn. Dus elke donatie is welkom. Wordt ontzettend gewaardeerd. Dank jullie wel. Het is vandaag de tweede dag dat we dekens aan het doneren zijn in Ghazipur, een van de voorsteden van Bangladesh. Dit is Shofi. Shofi woont hier in dit gebied en Shofi is een van de eerste mensen die vandaag de blanket ontvangen heeft. Thank you so much. Good. Come. Good. Walaikum assalam. Tumi bhalo? Okay, I have one blanket for you. There you go. So, nighttime, nice and warm. Wow! Thank you! Amazing, I haven't found any feathers upon my back.